Ik ben er echt ontzettend klaar mee. Ik snap, want we doen het sportgriet. Ja, anders, we doen het sportgriet. Dansen tot je erbij neervalt. Dat is het onderwerp van het theaterstuk Carousel van het Noord-Nederlands Toneel en Club Guy en Roni. Middelbare scholieren uit Groningen en Winsum werken hard aan hun eigen versie van het toneelstuk. Carousel speelt zich af in de jaren 30 van Amerika, waar dansmarathons werden georganiseerd. Danskoppels die het langst konden dansen, verdienden veel geld. René de Haan kwam op het idee om scholieren hun eigen versie van Carousel te laten maken. Nou, het idee en het project bestaat ook al een aantal jaren, omdat onze voorstelling natuurlijk altijd 's avonds speelt. Als wij in Groningen spelen en ook heel vaak in Amsterdam, spelen wij meerdere avonden achter elkaar. En dan staat overdag het decor leeg, want dat bouwen we één keer op en dan overdag gebeurt er niks. En toen dacht ik, het is natuurlijk heel leuk om iets met jongeren te doen die in dat decor kunnen spelen. De voorstelling van de scholieren is in de basis hetzelfde als de echte Carousel. Maar wat anders zal zijn is bijvoorbeeld de muziek, want in de echte voorstelling Carousel zit live muziek. En in onze voorstelling gaan we vooral met opgenomen muziek werken. Ik geloof dat er ook een aantal scholen met rappers gaan werken. Nou, dat is dan weer anders, want dat hebben we in de echte Carousel niet. De scholieren waren enthousiast toen ze hoorden dat ze hieraan mee konden doen. Ik vond acteren al heel leuk en ik deed ook al een paar jaar mee aan schooltoneel. En ik dacht eerst dat het gewoon normaal schooltoneel was, maar toen zeiden ze, hey, het is iets van NNT en Kai en Roni en het is een hele happening. En nou ja, toen dacht ik, wow, dit is nog leuker dan schooltoneel. Ik had eigenlijk nog niet echt heel veel met toneel gedaan of zo, maar ik dacht, het lijkt me wel leuk. En toen ik ook hoorde dat we in de Stad Schouwburg gingen optreden, vond ik het nog leuker. En ik hoorde ook dat je niet per se hoeft te acteren, maar dat je ook gewoon mag dansen en zo. En ik vind dansen heel erg leuk, dus ik vond het leuk om mee te doen. De dansmarathons waren fysiek heel zwaar, maar of de repetities dat ook zijn? Dat valt wel mee, maar we gaan wel soms warming-ups doen en dat is wel best zwaar. Dat valt wel mee, maar je moet soms wel zwaar spelen, alsof het heel zwaar is. Maar het is vooral heel erg leuk. De versie van de scholieren is 6 april om 3:30 te zien in de Stad Schouwburg. De toegang is gratis.